perfect. Eerst zien de griep een prik en daarna een slokje zien de schrik. Zo gaat het in de praktijk en zo gaat het goed op het afskiën van Pepy Huisman. Nou, voilà. Ik ben ook een hele hel. Ja. Honderden mensen komen vanmiddag naar de zoon van kunstschilder Jopie Huisman om hem te bedanken. Waarom is het slokje staan onderdeel van jou? We maken er gewoon een feest uit van. We maken een grand café. Ik net van, er zit ergens een flesje of zo. Nee, even leuk uitpakken, maken zitten. Huisman die graag wat extra's. Die de namen van een huisdier onthouden. Of van een weekend nog de verwilderde tuin leeghelje van een minder mobiele patiënt. Het ruis vol brandhout, een hak moest leeg, want de scootmobiel koorde net met troginnen. En daar moest ik allerlei onpassingen op gebeuren. Maar ben we er even naar Middenwest om een paar kaarten vol troep voor te brengen. Als je nou kent de gemeente, als hij daar komt, kan ik direct zien wat er gebeurt. En het is natuurlijk maar een kleine gietje, dat stelt natuurlijk helemaal niks voor. Maar ja. Het jij net bij de standaard taken van een huisarts. Nou, we zijn wel grenzeloos wat dat betreft. Arts zonder grenzen. Helemaal. Deze huisarts is huisarts en hij is mens, hij is psycholoog. Hij staat voor iedereen klaar, dag en nacht. Ja. En dat brengt hem zo bijzonder. Een hele vertrouwde man, een lieve man, heel betrokken. En ja, daar komt een eind aan, dus het is een eind van een periode. Nou, het is een man die heeft een hart, hè. Dus deze man die, is gewoon voortreffelijk geweest voor Bolsward. En ik heb er ontiegelijk hele goede ervaring mee gehad. Van zo'n markante man willen de mensen wel in de rieger staan. En dan kom ik meestal niet eens voor die Noorderwitten. Dat ben ik natuurlijk haast al vergeten, net echt. Waar ik ooit in een situatie geweest ben dat ik hun het lippen redden. Ja, dat vergeten die meestal natuurlijk nooit weer. Afzonder ze je toch van wat oors komen.